Dan kijk, check wat de vloed heeft aangericht. Het was allemaal strand daarnet. En kijk nu, hoe snel. Iedereen moet opschuiven, schuiven, schuiven. En wij gaan op kruisvaarderstocht. We gaan bidden voor een betere Libië. Kijk, voor we de berg gaan beklimmen, nog één keer flexen. Yes. Achter ons, de kathedraal, daarboven het Rio. Dat is de bedoeling, we gaan naar die Rio, yes. Sagrada Familia. Batteria de las Damas, van de vrouwen, de batterij van de vrouwen. Dit was het kanon en Don Juan riep vroeger van, alumel fuego. En dat is waar we de shooters. Pita, mooie eiland. Hey Wesh, wat is dat? Een verlaten pretpark? Verlaten pretpark! Urbex alert! Yui, John en Marcel, ik geef je even mijn zak mee. Ja, plus de zigzag, c'est le retour de Zizou, Sénégal, Rouskov, Molotov. Oh putain. Ok, y'a plus de zigzag, c'est le retour de Zizou. T'as dit quoi, Sénégal, Rouskov, Molotov? Vas-y. Ah, mamie! Serpenten! Y'a un serpent! Vas-y, als jij het zegt. Uit jouw strijder. En de Spanjaarden, allemaal, no, 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 er is geen ingang. Maar c'est bien, wij zijn die vossen. Kom maar, Joey, nu jij nog strijder. En kijk hoe invloedrijk ik ben. Stoe, donne-moi ta main, sa petite putain. Oh putain, mais qu'est-ce que t'as mangé, toi, petit sac à patate? Oké, okay. Oh kijk daar. Ah nee, fuck. Pas op, nee, dan. Pas op. Joey, ze durven niet. Zelf met uw verstuikte enkel zijn wij baas. Kijk, een bunker, zijn jullie klaar voor die quick peek? Oh, niet te veel, niet te veel. Claustrophobisch. Yes. It's not possible to come here inside. She's live. And I her assistant. Want ik heb nog maar 35%. Okay. Nog meer kanonnen. Mooie honden. Yes, hein? C'est joli, ça. Regardez-moi ça, le bunker. En daar die poort. Het lijkt alsof we in Delphi, Griekenland zijn. Zebi. Kijk, daar staat onze auto. Weten jullie nog? Dat gaan we echt niet te voet doen. Musea gratuitos. Gratuitos? Oh, alors je suis al. Regardez-moi ce style vestimentaire de Napoléon. Stylé. Là, c'est plutôt un Britannique. Et là, c'est un... Ah, là, c'est un touriste. Désolé. Ici, c'est plutôt un Peaky Blinder. Là, c'est une chouin. Et là, c'est un garde de Napoléon. Dia comme Jean. Kijk, Yui. Is er gsm aan het opladen? Echt slim. Ik heb mijn oplader niet mee. Er is risico de chute. En in deze darkroom kunnen we genieten van een solo film. Je suis solo là. Het ruikt een beetje muf en vochtig. Wat zou dit zijn? Daar is een pretpark. Oh. Ik heb een goede vibes teruggevonden hier in deze kerker. De reden dat we in deze kerker zijn, La Famille, is omdat er instortgevaar is. Dit museum hoort bij het mooiste uitzicht, La Terrassa. Een cadeautje voor al mijn volgers. Ik geef één gratis iPhone 11 weg. De Hidden Gem zit hieronder. Kom hem halen, we zijn niet ver. Kom hem hier halen. Jullie hebben een half uur tijd, dan gaan we terug gaan. Stoe. Ik ben genereux aujourd'hui. We gaan de mensen even beetnemen. Ik weet echt een goed geintje. Help. Help. I'm here for years. Come free me, man. Come free me. I'm here for 10 years already. Help me. Oké, okay, na lang stappen, Joey, mogen we eindelijk binnen op La Terrazza, het Walhalla, het Nirvana van San Sebastian. Sisi, La Famille. En waar is hij? Ah, daar is hem. Daar is hem, zie. Ik weet niet wat ze zeggen in het boeddhisme, maar in het christendom zeggen ze God ziet alles. En zeker de zoon, de zoon. Maar zou hij dit ook zien? Zou hij dit ook zien, dat er maar één adres is op Snap en op YouTube? Eén adres. Het is echt machtig. Dit is echt de bay en de oceaan zit erachter, maar die kunnen we jammer genoeg niet zien. Daar is het echt volle foelie. Kijk mami, als je nog een gebouw wil zien waar dat we naartoe gaan, of volstaat het? Ik denk dat ik alles gezien heb, hè? Mm-hmm. What do you think? En naar de city? Yes. Different city every night, I swear. Kijk, al mijn fans, ze houden niet van mijn valse stem. Als dit zou zo'n FIFA Street stadion kunnen zijn. Dus basketbal voor de b-ballers en daarboven voetbalpleintje with a view. With a view, my nephew. Sorry. Are all cops bastards. Kijk die leiding, die pijpleiding. Die mooie kleuren van die frescas. Frescas op de muren.
Kijk, dit zijn de pinchos wat ik jullie over had. Allemaal pinchos, warm of koud. Muy caliente. Ja. Dat is tortilla. Toen gaan we eerst wel lekker toch? Ja. Oké, okay, gaan we eerst kiezen? Oké. Okay. Oké, okay, ga juist de snap maken buiten. Ja. Stoek, kijk, nog één culturele snap. Hup. Dan één commerciële snap. Kijk die zakken. Zakken van de voetbalploeg om te drinken als je te warm hebt. Dat is wel mooi, maar 35 euro. C'est pas donné pour moi ça. Dan heb je hier de Iberico ham. Ze hangen klaar. De pinchos zijn gearriveerd, maar het is geen bestek. Dus het is met de mano. Dus we hebben coquille Saint-Jacques, Iberico, een mini hamburgertje, mosselen uit deze zee en dan een soort panini met pepers. Ik beloof van niet meer te snappen. Ik heb nog maar 4% en dat is gevaarlijk op reis, maar hey, wat, daar is Chewbacca. Dart OG meets Chewbacca. Ik heb geen duit meer om hem te geven, dus die gaat geen snap met mij willen, maar toch wel nice man. Chewbacca in real life. I love Star Wars. Muchas gracias. Gedaan met de zee. Ik heb het echt gehad met de zee. Ik heb allemaal zand op mijn besneden eikel. En doe echt pijn, het irriteert. Daarom gaan we naar de bergen. Ik hoop dat hier al die zand van mijn eikel gaat waaien. Het is de eerste keer ik spijt heb sinds ik besneden ben. Maar snel naar de hotel. Toch nog een tussenstop waard, die mijn telefoon een beetje is opgeladen uit de wagen. We zijn in de Pyreneeën, man. Puur in de bergen, de mountains. Echt in een roadtrip moet je proberen van alles te steken. City trips, culture, sea en mountains. Wat wil je nog meer? Ik heb nog wat verrassingen voor jullie in petto als alles goed gaat. Inshallah. Echt waar, jullie verdient echt een pluim vandaag. Ik dacht ik met mijn 50 euro dat ik niet goedkoper ging kunnen, dat bij die pakjes te gaan slapen. En kijk wat jullie heeft gevonden. Zeg de prijs. Zeg de prijs, jullie. 43 euro en we zitten in de bergen. Ah, de uil. En kijk, echt een voordeel. Normaal, geen enkele kamer heeft een douche, heeft een bad bedoel ik. En kijk, hier ga ik lekker mijn eikel kunnen wassen. Ja. Ja. Oh, sí. We're gonna eat at the park. Lekker volks. Perrier, patatas bravas. Dan hier die lekkere tuna salad met tomatje. Die Tori nooit begrepen in Nederland in de kebabzaak als die mannen me vragen van wil je patat op je broodje? Ik dacht van, what the fuck, rare guy, patat op je broodje. Kijk, hier op vakantie, op holiday kunnen we dat proberen. We hebben een broodje, we hebben een bord vol patat. Patata bravas dan nog. Stoel, met pikante saus. Dat was gewoon de pikantste dish die ze hadden, daarom hebben we dat genomen, die patat. Broodje patat.